Geen buitenspel. Nou, Hulscher. Goede redding van Bizot. En zo bij toeval, maar dat maakt er niet zo heel veel uit. Een grote kans voor FC Twente, zesde minuut. Braafheid. Bizot, één vuist. Het is voldoende. Voor nu dan toch, Gutierrez. Balletje goed ingegeven, Bengtsson kop door en weer Bizot die redt. Zo laat Twente dan toch eventjes wat zien nu, na vijf minuten betrekkelijke stilte. Van Dijk levert in bij Gutierrez, Rosales. Tadic. Ja, het zijn mooie bewegingen. En nu? De bal dan niet bij Hulscher. En wel goed geschoten door Braafheid. Hij krijgt de gelegenheid om uit te halen. En die benut hij ten volle. Zal de gedachte zijn, nou, laat die maar schieten. Zo wordt er in ieder geval wel gereageerd. Laat hij maar schieten. Tadic krijgt alle gelegenheid om dit soort grappen uit te halen. Rosales. Die is heel aardig in gedachten. Bizot, let goed op. Daar is nog De Leeuw en Braafheid denkt, wat ik in het ene doel kan, kan ik in het andere doel ook. Dat is toch een opvallende rol voor Braafheid. Halverwege de eerste helft brengt hij Groningen terug in de wedstrijd nadat hij eerst Groningen op achterstand heeft gezet. Goed het lichaam ertussen door Kostic. En deze paas is ook goed. Dus wordt het nu 2-1 voor Groningen. Ja, heel snel gedaan. Goeie uitval tussen Kostic en Kirm. En daar betaalt dan dat systeempje Maaskant even uit. Bosker is de maan te rekenen. Ja, hij is te laat. En als je komt als keeper, ja, dan moet je hem hebben. De hoekschop voor Twente. Weggehaald door Bakuna. Hulscher. En niet onaardig gekopt door Bengtsson. Ver. Ja, het was aanlokkelijk, maar hij doet het niet. Blijft heel rustig. Het is een heel mooi paasje op Rosales. En die schiet dan in de korte hoek. Maar verrast Bizot niet. Prachtige paas van Ver, waardoor Rosales vrijkomt. Bizot redt met de linkervoet. Binnen een minuut of 11 moet Twente toch die ene treffer gemaakt hebben. Anders is het weg, einde seizoen. En dan echt wonderlijke, want geen Europees voetbal. Na koploper te zijn geweest in de Eredivisie. En nogmaals, het enige voordeel daarvan is dat ze een lange voorbereiding kunnen maken. Dat zal niet de bedoeling zijn. Chadli. Chadli. Bengtsson. Nou. Dat is een vrije kans om te scoren. En Gutierrez doet het. Daar is de mogelijkheid dan toch voor Twente. Geduld beloond. Bengtsson. Met de goede voorzet. En helemaal vrij. Kan dan toch de vooralsnog bevrijdende treffer worden aangetekend.
tussen. Komt er dan ook nog winst voor Twente? Dat zou misschien wat veel zijn van het goede. Maar die komt er wel omdat hij de bal in de verre hoek draait zoals hij dat kan. Chutney maakt dan, zoals dat zo mooi heet, alle onzekerheid dan een eind. Met dank aan beide ploegen is het hier toch een boeiende voetbalmiddag. Die leek het niet te worden omdat Twente in Groningen al met 1-0 had gewonnen. Maar goed, Twente door. Het wint met 3-2 van een moedig strijdend FC Groningen.